Als we een steen hebben, dames en heren, over steen wil je zien, ja, dan moest je er ook eens over nadenken dat we veel dingen hebben waarvan we het eigenlijk helemaal niet meer weten. Van, och ja, dat heb ik ook. Wist je trouwens dat we een DDR-museum houden? Ja, dat heb ik misschien wel in de krant gelezen of een paar jaar geleden al bij de lokale omroep. We zijn toch na een paar jaar nog eens gaan kijken van, ja, wie is het eigenlijk gegaan? Jacques en Petra Bergenvoet, die houden dat allemaal in de gaten. Die zijn er ontzettend druk mee bezig. En ja, we willen toch nog eens even een en ander bekijken. Nevermingsteed, Jacques, daar heb je op een gegeven moment eens gezegd van een museum door beginsten niet met. Dat ontwikkelt zich. Op dit moment is de verzameling aardig gegroeid, ja. Ja. Ik heb hier een bewakingscamera. Dus een bewakingscamera die is gebruikt door de Stasi bij diverse bunkergebouwen en ook gevangenissen. Voor dit titel was het best wel uniek, want hij had zelfs een binnenverwarming voor het persoon van de scherm daar. Ik sta hier neer van een Wartburg 353. Dit is een originele wat ze gebruikt hebben bij de Volkspolizei in Magdeburg tijdens de DDR-tijd. Deze heb ik ook van een voormalige politieagent die in Magdeburg bij de Volkspolizei is geweest. Ik heb inmiddels ook een Volkspolizei motor van de meneer overgenomen. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik sta hier neer van een MZ ETZ 250cc. Deze is gebruikt bij de Volkspolizei, ook in Magdeburg. Dat heb ik dus ook van dezelfde eigenaar als hoort de Wartburg van. Deze is gemaakt in Schoppau. Dat betekent dus MZ, motorfabriek Schoppau. Er zitten ook alle attributen bij. Deze is gans origineel, is van 1984. Onder andere de originele portefoons zitten nog te bij. Maar ja, dat zal geen tegen mij druk halen, denk ik. De regulierstaap zit erbij, dat is voor het verkeer te regelen. Het heeft geen zin om te gaan op te sommen wat ze allemaal hebben, want de hebben ze eigenlijk zo ontzettend veel. Hè? Ja, ja, ik heb dat al dikker gezegd. We proberen van alle aspecten te laten zien van de DDR. Dus van huishoudelijke apparatuur tot voertuigen. En ja, op dit moment is de verzameling aardig gegroeid. Ja, als ik hier zo loop, het viel me nog met dat het in de woonkamer enzovoorts gewoon in Nederlands is. Maar van eerste oog naar Boetekums, beste oog in Oost-Duitsland. Het heeft geen zin om te gaan op te sommen wat ze allemaal hebben, want daar hebben ze eigenlijk zo ontzettend veel. Hè? Ja, ja, ik heb dat al dikker gezegd. We proberen van alle aspecten te laten zien van de DDR. Dus van huishoudelijke apparatuur tot voertuigen enzovoort, ja. Ja, en ik heb het just natuurlijk in het voorgesprek al eens even gevraagd van, en wie eerder stukje wat er steekt, wat ze eigenlijk ook gaat te vertellen. Ja, dat is net het leuke. Ja. De meeste stukken zitten toch wel in verhaal achter. Ja. Dat is wat uniek is. Ja. Ja. Wie komt ze eraan? Dus zoals de Sjeldijk naar Oost-Duitsland gewoon hebben gegaan. En door her en daar hebben ze door een adressen of zijn door markten. Of wie moet ik me dat voorstellen? Ja, we hebben inderdaad adressen, wat ik zei, de laatste jaren gekregen. Maar we proberen altijd van tevoren ons al voor te bereiden. En dan kijk voor waar een rommelmarkt is of een treudelwinkel enzovoort. En dan combineren we dat met de vakanties. Ja. Ja, je hebt dat hier opgeslagen in garages enzovoorts. Je hebt ze allemaal moeten aanpassen, ja. Zorgen, hè, om dat allemaal goed te krijgen. Er werd zo nog keurig netjes voor alles steeds. Dat vind ik ook alweer heel erg knap. Maar zitten er nu toch bepaalde stukken tussen waarvan ze zeiden van, ja, er komt geen minsje de deur uit zonder dat ik hem dat heb laten zien. Ja, er zijn toch wel unieke stukken bij, dat klopt, ja. En dan, ja, dat wil ik er nu wel metgeven, ja, toch, ja. Om dat te vertellen. Ja. Dat hoeven niet altijd de grote trabantjes of wat dan ook. Nee, dat kan ook een kleinigheid zijn, waar een geschiedenis achter zit, ja. Ja, er is echt wel goed geschiedenis achter zit, want op een gegeven moment hebben we ook gezegd van, ja, met name de jeugd werd eigenlijk van dat hele Oost-Duitsland, bijzonder weinig af, hè. En om dat eens te kennen laten kijken, het heeft nog een historische waarde in feite ook, hè. Ja, dus dat klopt, want ja, in principe is het niet echt lang geleden dat het nog war. Dat moest ik eens voorstellen, dat lui daar achter een moer hebben geleefd. Want ja, daarvoor, ik heb het zelf niet metgemaakt, want ik moet het ook hebben van de verhalen van de lui. Daarvoor gaan we geregeld op vakantie daar. En dan proberen we ook in gesprek te komen met Oost-Duitse lui van die tijd en dan die verhalen op te pikken van hun. Ja. Ja. Voor alle duidelijkheid, dit hier is allemaal heel erg veel werk, maar dat vult de boterham neer. Dus daarna hebben ze nog gewoon een werk. Ja, ik heb vast werk. Ik werk bij OCI Nitrogen op Gemmelotterrein. Ja. Ja.
En dit is puur hobbymatig. Ja, ja. Dan kun je ze toes en dan wacht dit. Ja. Ja, dat klopt. Dus het is al hobby. Het is hobby, het blijft hobby voor ons. Ja. Ja. Dat betekent, mensen die hier langskomen, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze er prijs stellen als die zomaar ineens op de deur kloppen en zeggen ik wil even naar binnen. Dat liefst toch volgens afspraak nummer aan. Ja, dat geeft volgens afspraak. Want ja, we hebben echt niet constante tijd ervoor. Ja, ik werk dan erbij en ja, het geeft puur op afspraak. Ja. Ja. Iedereen is welkom. We staan nu voor het servies, wat ik vroeger spaarde toen ik 20 was. Ik ging dat kopen bij Tummers in Gelen, of bij de Smedenmeis, of bij Frederiks en Else. Ik heb ook nog de Priestleys. Vroeger betaalden ze voor kop en schotel 14,95 €. Dat was best wel prijzig toen der tijd. Ik heb het immer verzameld en met en met heb ik immer gehad kunnen kopen. Dit is een Turingen. Dit is een mok. Daar hebben ze fluweel om bij gedaan, mok in een vaatwasser. Het is echt geweldig om dat ook te zien in de fabriek. Hier heb ik nog een hotelservies. Dit is het melkkenke. De deksel blijft gewoon erop zitten, hoef ik niet vast te houden. Dat is wel eigenlijk uniek. Echt een unieke uitvinding. Het is van Colditch porselein. Het wordt ook gebruikt bij FDGB-ferien. Daar is het allemaal op de tafel staan. We staan neven de vrouw des huizes, neven Petra Bervoets. Petra, ik heb hier vol bewondering gekeken naar alles wat je hier hebt opgesteld. Wie hield zich dat in vredesnaam allemaal een beetje zuiver? Nou, het is niet een dagtaak, maar ik denk dat ze stukjes bij stukjes met een plumeau en een beetje water en stijden veel in vitrinekasten. Dus het vult wel met. Ja, maar ja, toch allemaal die klein dingetjes. Ik neem aan dat ze dat toch, als ik zo kijk, dat veel meer draai op dat het allemaal zo keurig netjes naar elkaar gerubriceerd staat en netjes verzorgd is. Een hele klus toch? Ja, het is niet iedere dag dat ik bezig ben. Hè. Ik pak een stukje, eigenlijk of het servies of de porselein. Ik heb daar niet echt een schema voor. Het is gewoon wie doet het kunt eigenlijk. Nu ga ik even terug met je, want dat wordt de praktische kant van de zaak. Nu even het verhaal voor af. Als je nu met z'n tweeën aan zo'n hobby begint, ja, dan moest dat met z'n tweeën hebben, want anders geeft dat natuurlijk niet. Ja. Hè? Maar een van u twee ooit de kar getrokken, daar zit zoveel door ons gaat hij gaan doen. Wij worden de sterkste motor achter het geheel. Ja, ik word eigenlijk de sterkste motor. Ja, ik vond het. Ik word 20 toen de moer viel. En ik vond het geweldig. Ik heb op de televisie gekeken, ARD, ZDF, allemaal die Duitse programma's wat vrijen. Ja, en ik heb dat immer gevolgd. Ik ben nog naar de Pabio's gegaan en gevraagd wie zit dat eigenlijk, waarom wonen de Luzois, wat gebeurt er allemaal. Ja, die heeft me een gedeelte verteld. Op school heb ik hier door gevraagd, maar ja, tegenwoordig kent ze alles op Google, op internet opzoeken of wat dan ook. Maar ik zag ook die lui komen met zijn trabantje en ik denk, oh, dat vind je leuk uit. Ik word er helemaal weg van. Ja. Ik heb het spullen gepakt uit het museum. Het is wel leuk om me te laten kijken. Dit is een ongerbroek. Oma van mij heeft die ook nog gehad. Maar ik denk nog wel meer lui. Er zit nog het keertje op. Ik heb het bestek gepakt. Dit is van aluminium. Ja, licht. Liggen ze verke. Dit was de scholik. Wat zei je? Ze degen ook wel eens de kleierruik. Degen ze drombie. Haken. En weer ook gedaan. Met het zakservies is het eigenlijk allemaal begonnen. Toen was ik 20 jaar, dan deeg dat sparen. En de ongerkant kent je zin dat het van Oost-Duitsland komt. Dan hebben we nog de kerstballen. De kerstballen worden verkocht bij V&D of de Bijenkorf. Ze zijn dus oorspronkelijk uit Oost-Duitsland. Het einkoopsnet is ook wel leuk. Voor ook heel veel gebruik in Nederland. Zit ook nog het keertje bij hoe het gemaakt is en wat het kostte. De zesde met zo'n trabantje. Gaat je ook wel eens regelmatig met toeren? Of mogen ze niet de weg op? Of heb je dat? Alle voertuigen wat je ziet, riet allemaal. We gaan dikker naar trabantclubs in België. Dat is een happening. Daar kunnen we dan een ritje eigenlijk mee doen. Nu heb je hier alles vol staan. Ik kan me voorstellen, ze bieden eigen zoals denken. Goh, had ik nog maar gehad meer plaats. Nou, we hebben eens erover gedacht om een pand te kopen, maar het wordt eigenlijk niet haalbaar. Want je is toch wel eens, ja, dat hebben we veel van die clubs natuurlijk, die komen regelmatig wel eens bijeen. Dat zal hier niet anders zijn, denk ik. Ja, we hebben heel veel clubs wat die komen vanuit België. Ook de Trabantclub van Nederland is hier geweest. We gaan zelf ook ritten doen bij de clubs.
Maar ja, het merendeel is eigenlijk iets meer boven de grote rivieren. Ja, daar hebben ze niet altijd de afstand voor er naartoe te gaan. Maar hier in het zuiden van Nederland, Limburg natuurlijk, is prachtig. Ja. Financieel iets aan, moesten ze zeggen van ja, we doen door een vrijwillige bijdrage of we vroegen echt de entree. Wie deed ze dat? We hebben dus eigenlijk een putje staan met vrijwillige bijdrage. Als jullie een donatie willen doen, is dat mogelijk. We hebben geen entree. We zijn open op afspraak, omdat we met het werk zitten. Mm. Plus het feit, iedereen kan toch via DDR Museum Limburg een afspraak maken via internet. Of een mailtje sturen of telefonisch. Dat is geen probleem. Ik heb hier ook een stofzuiger, dat is van Omega. Alle producten wat verkopen, zijn allemaal functioonveeg. Dus die stuk ze in en die doen het gewoon. Leuk toch? Goed, nou dan rest me eigenlijk niet veel langer als ik heel veel plezier met name in de hobby toe te voegen. En ja goed, hou het in het gereel zo gezegd. Zeker.